بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال الله في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Vandaag is het donderdag, de avond voor vrijdag, Laylatul Jumu'ah, zoals dat genoemd wordt in de Arabische leer. En dit is een avond waarin we Dua Kumail lezen. En ik wil graag daar een kleine introductie over geven, zodat we straks inshallah ook Dua Kumail zullen lezen samen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt duidelijk in zijn heilige boek dat hij dichtbij de mens is en dat er een vorm van aanbidding is voor hem die de mensen kan bereiken. En Allah subhanahu wa ta'ala bereikt kan worden via deze aanbidding. En wat we zien is dat dua daar de belangrijkste vorm van is. Dua is iets anders dan de meeste mensen denken. De meeste mensen doen de dua omdat ze iets nodig hebben. Omdat ze willen dat er een tentamen goed gaat. Of dat er een bepaald werk doorgaat. Of dat je iets kan bereiken in je leven. Maar dua is eigenlijk veel meer dan dat. Dua is een vorm van aanbidding die heel, heel belangrijk is. Het is een aanbiddingsvorm die ons eigenlijk de positie laat zien hoe wij staan ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat we zien is dat Allah subhanahu wa ta'ala ook dit noemt. Hij zegt in surat Fussilat, dat is de 41ste sura, in ayah nummer 51, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ. Als wij onze gunsten geven aan de mens, dan is hij er niet. وَنَأَى بِجَنَابِهِ. En hij laat ons zijn zijkant zien. Hij gaat weg van ons. Maar وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْ. Maar wanneer de onheil aan hem toekomt, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. En dan zal hij een lange en brede dua doen voor ons. En dit is namelijk precies wat we niet willen tijdens de dua. Dua is een vorm van aanbidding die meerdere posities heeft, meerdere functies heeft. We hebben gesproken over de functie van dua. We hebben gezegd dat dua meerdere functies heeft voor onszelf. Om te beginnen is de functie die er is, als eerste belangrijkste functie van de dua, is dat wij onze connectie met Allah subhanahu wa ta'ala gaan herstarten. Dat wij eigenlijk onszelf weer gaan uitvinden. We gaan door het reciteren van de dua onszelf ontdekken en onze relatie en afhankelijkheid tot Allah subhanahu wa ta'ala hervinden. En dan zien wij wie wij zijn eigenlijk in deze wereld. Wat voor rol wij ons moeten aannemen. Wat voor rol wij hebben in deze wereld. En hoe de connectie is met Allah subhanahu wa ta'ala. En op dat moment ontdek je wie je eigenlijk bent. Dat is het belangrijke van aanbidding, van salah, van soul, maar ook van dua. Is dat we ontdekken wie wij zijn en wat onze relatie is tot Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe wij die relatie kunnen opbouwen om uiteindelijk onszelf dusdanig te verbeteren. En dat is het tweede doel, tweede effect van dua. Dua geeft ons een spirituele lading. Hij vult ons hart met spiritualiteit. Hij geeft ons de innerlijke rust die we nodig hebben. Hij geeft ons duidelijkheid over de relatie tussen mij en Allah en wie ik ben, en vult mijn hart met die relatie, met die spirituele lading die we nodig hebben om elke moeilijkheid in deze wereld te kunnen weerstaan. Om elke tegenspoed in deze wereld met gemak te kunnen weerstaan. Waarom? Omdat we steeds weer geladen zijn en weten wie wij zijn en wat onze positie is en hoe het hiernamaals is en wat belangrijk is en hoe deze wereld eigenlijk een overgangswereld is en waar ik me niet te veel druk om hoef te maken.
maar ook in voorspoed. Hoe ga ik om met voorspoed? En hoe ben ik als mens ten opzichte van anderen? Hoe ben ik als mens ten opzichte van de maatschappij? Hoe handel ik naar mijn vrouw, naar mijn kinderen, naar mijn man, naar mijn kinderen, naar mijn ouders, naar mijn broers en zussen, naar de mensen in de omgeving, mijn buren? Hoe ga ik om met mijn werk? Wat doe ik met mijn studie? Dat is allemaal een onderdeel van onszelf. Allemaal een onderdeel van onszelf. En omdat dua ons harten vult met die spiritualiteit, met die echtheid, met een lading die we nodig hebben, kunnen we elk tegenspoed en voorspoed met gemak hebben. En dan zullen we niet zo zijn zoals Allah subhanahu wa ta'ala de mensen beschrijft in Surat Fussilat. Dat wanneer zij voorspoed hebben, zij Allah subhanahu wa ta'ala zich niet richten tot Allah subhanahu wa ta'ala. Het derde punt, en natuurlijk, het derde punt is het verkrijgen van de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is gewoon zo dat wij als mens afhankelijk zijn van Allah. Wij als mens zijn afhankelijk in elke beweging wat we hebben van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is belangrijk om die relatie met Allah, die relatie die we hebben tot Allah subhanahu wa ta'ala, altijd, altijd vast te houden. En te weten dat in alles wat ik doe, ik Allah nodig heb. Natuurlijk, je bent een mens en je hebt een denkwijze en je hebt gedachten en je hebt ambities en je wil dingen bereiken. En jij als mens hebt de kracht om dat te doen, maar de krachtgever en degene die faciliteert, is altijd Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die kiest of iets daadwerkelijk goed is voor jou of niet, is Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom richten wij ons altijd naar Allah om ook wereldse dingen te kunnen verkrijgen. Bijvoorbeeld het halen van een examen of het verkrijgen van een baan, of het ingeloot worden tot een opleiding, of wat dan ook. Wij richten ons tot Allah om dat extra duwtje te geven, om het ons makkelijker te maken. En deze drie vormen, deze drie doelen van de dua, worden belichaamd door dua kumeen. Maar deze drie vormen van dua, deze drie resultaten van dua, kunnen we niet zomaar bereiken. Heel veel mensen denken, ja waarom? Ik bid naar Allah subhanahu wa ta'ala en ik heb echt een goede dua gedaan, maar Allah heeft het niet geaccepteerd. Waarom? Wat is het nut van dua als ik elke dag bid en dua doe als Allah subhanahu wa ta'ala het niet accepteert? Nou zijn er verschillende oorzaken daarvoor en daar zal ik niet helemaal op ingaan. Maar één daarvan is dat een mens zich moet afzonderen van alle zonden. En dat lezen we terug in Dua Kumeel. Allahumma ghafir li adh-dhunub allati tahbisu ad-du'a. O Allah, vergeef mij de zonden die de dua vastketenen, opsluiten. Dus de dua stijgt niet naar u, het blijft als woorden en niet meer dan dat. Eén belangrijk aspect om dua's doelen te bereiken is dat wij ons zonden niet meer begaan. En een tweede belangrijke is dat wij khushu' hebben als wij dua lezen. Veel mensen lezen de dua, zetten hem aan op hun telefoon of op de televisie of wat dan ook. En zijn bezig met hun dagelijkse dingen. Ze wassen af, ze eten tijdens suhoor of doen allerlei andere dingen. Ik luister naar de dua, is dan het wat ze zeggen. Maar dat klopt niet. Dat is niet de functie van dua. Dua betekent dat je in gesprek bent met Allah subhanahu wa ta'ala. Via de woorden van Ahlul Bayt, die zij ons hebben geleerd om hem op een juiste manier te kunnen spreken, dat is dua. En niet een dua die voorbij gaat als woorden waarvan we niet eens weten wat ze betekenen. Dua Kumeil. Dua Kumeil is genoemd naar Kumeil ibn Ziyad in Nakhai. En dat is een van de metgezellen van onze imam Ali alayhi salam, die uit Jemen komt, een bekende familie, en Nakhai. En dat is dezelfde familie als bijvoorbeeld Malik al-Ashta. En Kumeil ibn Ziyad was iemand die in oorlogen heeft meegestreden met de imam en een werkelijke compagnon was van imam Ali alayhi salam.
Op een dag, dat is wat Kumail ibn Ziyad zegt in de riwaya, zaten hij samen met een groep van mensen naar imam Ali alayhi salam te luisteren. En zij vroegen hem, O imam, wat betekent in de Koran, fiha yufraqu kullu amrin hakim, in deze avond of nacht zal elke zaak worden beslecht. En de imam zegt, voorwaar dat is de nacht van de 15e van Sha'ban. Deze Laylatul Nisf min Sha'ban is zo belangrijk. En zo belangrijk. En dan zegt hij in een van de dingen die gedaan moeten worden, voorwaar wie de dua van wie de dua van Al-Ghadr leest, zal veel gunsten bereiken. Al-Ghadr, jullie kennen Al-Ghadr, is een profeet. En we weten niet zeker of deze dua nou eigenlijk door de Ghadr is gereciteerd, of dat het Al-Ghadr vernoemd is naar hem. En het meest waarschijnlijke is dat het naar hem vernoemd is door Imam Ali alayhi salam. Hij zegt, op dat moment waren we uit elkaar, maar toen kwam ik terug in de nacht en klopte op de deur van imam Ali alayhi salam. Imam Ali doet open en zegt, wat is er, Kumail? Waarom ben je hier midden in de nacht? Hij zegt, ja Amir al-Mu'minin, dua al-Ghadr. Dua al-Ghadr, ik wil die dua lezen. Hij zei, O Kumail, lees deze dua en onthoud de dua en doe dan de dua. Imam Ali zegt, eerst moet je het leren en dan pas kan je het echt doen. Dua doen, omdat het die spirituele lading heeft. Voorwaar, als je deze dua doet, één nacht, of elke donderdagnacht, of één keer in de maand, of één keer in het jaar, of zelfs één keer in het leven, zal Allah subhanahu wa ta'ala jou van alle armoede en alle tegenspoed en alle zonden laten vergeven. Hij zal alle tegenspoed weghalen en jou vergeven. Dat is natuurlijk wanneer we dua Kumail daadwerkelijk lezen en begrijpen met de khushu' die er is. Dua Kumail heeft verschillende aspecten en daar hou ik daarna mee op. Is dat Allah subhanahu wa ta'ala, als je de dua Kumail leest, is het zeer bijzonder. Hij is verdeeld in een vijftal eigenlijk onderdelen. Aan het begin roept hij Allah in zijn eigenschappen, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay', et cetera, om duidelijk te maken hoe groot en hoe Allah subhanahu wa ta'ala is. Maar hij gaat snel daarna over, Allahumma ghfirli ad-dunub. En dan begint hij met de toba en vergeving vragen van Allah, totdat hij daarna gaat naar het oproepen van de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij ziet zichzelf in het helle vuur en hij vraagt zich af hoe het kan zijn dat hij helle vuur bereikt, imam Ali, terwijl Allah rahma op hem neergezonden zou zijn, om vervolgens Allah op te roepen in zijn positie en wat hij betekent voor hem persoonlijk, en daarna uiteindelijk de wereldse vraag naar van alles en nog wat in deze wereld te kunnen bereiken. En deze vijf delen maken deze dua zo compleet. En één ding wat hier uitsteekt, is dat we waarin we de imaan van imam Ali kunnen zien, is dat hij zegt, oh Allah, wanneer hij beschrijft hoe het helle vuur is, sabartu ala adabik, oh Allah, ik heb de kracht om alle martelingen te ondergaan, fakayfa asbiru ala firaqik, maar hoe kan ik in hel jou verheid kunnen hebben. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons dua Kumail daadwerkelijk laten lezen en de gunsten van bereiken. Wa akhdawana alhamdulillah rabbil alameen. Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-tahirin.